Zitten ze? Ah, nee. Ah, dat meen je niet. Ah, nee. Oh, wat erg. Ik heb ze hier in een vakje gedaan. Ik dacht dat het een vakje was voor achter, maar het is gewoon... Bij je rugzak gaat het gewoon weg. Ja, kutzooi. Oh, dat vind ik echt zo dom. Daar kan ik echt niet tegen. Weet je dat jij gewoon de eerste jongen bent met wie ik gewoon bevriend ben? Lauretta Gerhardt speelde 4 jaar lang in Onderweg naar Morgen. Ze is van jongs af aan fan van Expeditie Robinson en is vastberaden indruk te maken. Ik kan nu wel heel stoer praten van oh dit en dat, maar ja, je weet het natuurlijk niet. Dus ik kom daar wel aan en barst ik meteen een jank uit. Wat ik niet denk hoor, nee. Hoeveel heb ik er nou? 3. 3 munten. De andere Nederlander in het kamp, Sipke Jan, voelt dat er tijdens de storm dingen veranderd zijn in Kamp Zuid. Maar hij kan er de vinger niet op leggen. Kijk, weet je wat het is? Iedereen heeft het leuk met elkaar. Of doet iedereen leuk met elkaar. Maar er voelde sluimert zoiets. En bij Nico heb ik dat het meest, is dat het meest duidelijke. Dat hij geen toenadering zoekt, dus dat ik weet dat hij iets van plan is. Dus sluimert zoiets. Ik heb wel toenadering gezocht, hebben we al geprobeerd, heb gekeken. Maar het zit niet helemaal lekker met die jongens. Ja, we moeten wel dieper, hè? Hier gaan we niks aan hebben, hè? Ja. Ga maar zo diep mogelijk. Zo diep mogelijk. Probeer wat te zwemmen, hè? Probeer wat. Tot hier. Hoe dieper, hoe beter. Vlak voor vertrek zonderen Nico en Kopen zich even af. De twee hebben elkaar helemaal gevonden. Ik denk voor de eerste ronde dat we ons geen zorgen moeten maken. Ik denk dat het nu nog oké is. Ja. Op de munten aan inzetten. Heb ik munten? A question with a question. Nico van Driessen is een rasechte gamer die van zijn hobby's een beroep heeft gemaakt. Bij Gym TV, de Vlaamse TMF, is hij presentator van een gameprogramma. Zijn ervaring als gamer denkt hij op het eiland goed te kunnen gebruiken. Als je meedoet aan een spel, dan gaat het puur voor de winst. En als je het dan heel tactisch en smerig moet spelen, so be it. Als ik munten heb, dan denk ik dat ik ze pas inzet achter de samensmelding. Ja, want het andere kamp heeft er sowieso minder dan wij. Ik ga met de meeste munten zijn bij. Ja. Maar het zo stom zijn we nu al de munten te gebruiken. Vlak voordat we vertrekken, zegt Anna nog in één keer tegen me... iedereen gaat op Lauretta stemmen. En toen dacht ik... zat te pieken van, oh, wat moet ik nou? Moet ik nou voor mijn principes gaan? Ik stuur geen meisje van 22 naar een grot toe... Ja, het is wel een spel, weet je. Met ontzettende tegenzin dacht ik van... ik ga toch dan maar voor Lauretta doen. Misschien krijg ik nu wel alle stemmen tegen me. Maar ik wil niet de eerste zijn. Als eerste naar de grot zou ik wel erg vinden. Het is heel moeilijk in te schatten wie hoe gaat stemmen. Ik denk dat iedereen zijn munten wel
zou gaan kunnen gebruiken, hoor. Veel later dan gepland zal Kamp Zuid zometeen op de eilandraad verschijnen. Ze hebben een tropische storm over zich heen gekregen en zitten al dagen in de regen. De sfeer lijkt er volgens nog niet onder te lijden. Of zou dat maar schijn zijn? Welkom allemaal op de eerste eilandraad van Expeditie Robinson 2011. Jullie zijn gestart terwijl jullie een cycloon over jullie heen kregen. Jullie zitten al dagen in de regen. En toch zitten jullie hier nog allemaal. Knap gedaan, hè? Chapeau. Het gevolg daarvan is dat jullie wat meer tijd hebben gekregen om na te denken wie je weg zou willen stemmen. Nico, heb jij lang moeten nadenken? Ik ben van het gedacht dat je sowieso het team nu zo sterk mogelijk moet houden, zodat je zo veel mogelijk proeven wint, zo min mogelijk eilandraden moet meemaken. Mm-hmm. Langs de andere kant zijn er ook de emotionele banden die je smeet. En dat speelt natuurlijk ook parten. Op wat heb jij je keuze gebaseerd? Misschien dan iets meer die sociale kant dan de sterkte in het team. Sipke Jan, maak jij jezelf zorgen? Ja, zeker. Want ik heb wel het idee dat, dat wel mensen een bepaalde planning voor ogen hebben en zo. Noem eens, wie dan? Nou, ik denk dat de heren, die hebben het heel erg goed met elkaar. En dat hebben ze al misschien waarschijnlijk vanaf het begin af aan met elkaar afgesproken. Nico, is dat zo? Er wordt wel ze tussendoor is de ene keer. Je laat iets vallen, je gaat iets polsen bij de ene. Dat wel. Dus Sipke Jans gevoel klopt eigenlijk wel? Klopt in die zin dat er mensen zijn die misschien een tactisch plan spelen. Dat klopt. Dat gevoel heb ik ook. Maar jij niet? Wie weet. Oké. We gaan naar de stemming toe. Anna, jij mag als eerste stemmen. Ja. Voordat we overgaan tot het tellen van de stemmen, wil ik nog weten of er mensen zijn die de immuniteitsmunten willen inzetten. Twee mensen die munten willen inzetten. Dus je mag je munten pakken en op het tafeltje neerleggen hoeveel munten je wilt inzetten. Ga je gang. Twee munten. Ingezet door Sipke Jan. Lauretta, je mag hetzelfde gaan doen. Eén munt voor Lauretta. Voor elke munt die je hebt ingezet, komt er één stem op jou te vervallen. De eerste stem. Sipke Jan. Die vervalt. Stem nummer 2.
opnieuw Sipke Jan. Maar door die munt vervalt hij opnieuw. De derde stem. Lauretta. Ook deze vervalt. De vierde stem dan. Die gaat naar Deborah. Deborah, één stem voor jou. De vijfde stem. Sipke Jan. Deze stem telt wel. Geen munten meer. De volgende stem gaat naar Sipke Jan. De volgende stem dan. Sipke Jan. En dan weet het eigenlijk al. Eigenlijk al bepalend, Sipke Jan. Maar ook de laatste stem, Sipke Jan. Zo. Is voor jou. Ik denk dat er een complot gelukt is. Vertel maar. Ja, het is begonnen met deze meneer. En toen is het met de heren hebben het woord verspreid, denk ik. Vreemde analyse. Maar toch tof om zoiets te horen. Jij ziet het meer als een compliment dan als een waarheid. Ja, nee, apart dat er toch op... Of dat je toch aangewezen wordt als een van de leiders. Kobe, wat vind je daarvan? Jammer. Ik vind het jammer dat er beschuldigingen moeten komen. Ja, hij wordt nu hard geroepen beschuldigd die, ik denk, bij hem begonnen is. Ja, ik vind het ook geen ramp ze te moeten verlaten. Gelukkig maar, want jij gaat wel naar de grot. Ja. De rest mag zijn spullen pakken en terug naar het eiland. Neem afscheid van de groep, Sipke Jan. Sorry, man. Het beste waar jullie op uit zijn. Dat zijn jullie anders in één keer. Zo ken ik jullie helemaal niet. Dat is goed. Sipke Jan. Je bent de eerste die weg is gestemd op deze expeditie. Dat betekent dat je de eerste bent die naar de grot gaat. Deze moet je meenemen. En die mag je in de grot openen. Alsjeblieft. Dankjewel. Sterkte, pak je spullen, je mag gaan. Volgende week. Sipke Jan ontdekt dat de grot de hel op aarde is. Oh. Bij de eerste eliminatieproef gaat het hart tegen hart. En Esther en Sylvia kunnen elkaars bloed wel drinken. Ik heb je waarschuw, Sylvia. Laat me gewoon, alsjeblieft. Ik ga je ook laten. Beter. Ja.